De retail moet niet passief af staan wachten wat er gaat gebeuren. Je moet opnieuw gaan nadenken over hun bestaan. Creatief zijn. Out of the box denken. Denken in nieuwe concepten. Zoals bijvoorbeeld Sarah dat gedaan heeft. Vroeger waren er 2 collecties per jaar. Voorjaar en najaar. Sarah heeft 12 collecties per jaar. Iedere week wordt gekeken wat de vraag van klanten is. Iedere maand een nieuwe collectie. Iedere maand moet de klant terugkomen naar de winkel om te kijken wat er voor leuks er nu bij hangt. Of kijk eens naar een makeover shop die ik gezien heb in India of in Nepal. Die alles verkopen wat de vrouw graag wil hebben. Kleding, schoenen, is een kapper, sieraden, een visagiste, een schoonheidsspecialiste. Ze hoeft maar bij 1 adres te zijn en wordt voor hun geregeld. Of kijk naar een weekkamp. Een weekkamp die heel veel bezoekers heeft. Waar moet je opnieuw het ei van Columbus gaan zoeken? Je kunt ook aanhaken bij weekkamp. Wat CNA gedaan heeft. Wat Dolces gedaan heeft. Wat Miss Etam gedaan heeft. Weekkamp regelt al hun internetverkopen af. En zorgt voor de logistiek. Zodat deze winkeliers met hun eigen winkel bezig kunnen zijn. Retail moet opnieuw kijken van waar kunnen ze toegevoegde waarde leveren. Weekkamp met hun traffic en logistiek. Sarah met de verrassing in de winkel. Wat is uw toegevoegde waarde?